Welkom bij Marjo's kookvlog. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag weer pulled pork maken. Deze keer doen we het net even anders als de vorige keer. Vorige keer deden we dat met sinaasappels en witte wijn. Deze keer wil ik een beetje Mexicaans-achtig gaan doen, want wat eten we vanavond? We eten vanavond tacos ofwel wraps. En wat is er nou lekkerder dan pulled pork in je wrap met een heerlijke guacamole en een lekkere salade erbij. Dus dat gaan we vandaag doen. Wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb, en dat heb ik al gedaan, omdat dat natuurlijk wel lekker is, ik heb ongeveer 1 kilo procureur. Mocht je dat nou niet hebben, je kan dit ook heel goed doen met kipfilet. Zodat je hetzelfde maakt, maar dan met kipfilet. Als je geen procureur kunt vinden, dat heb ik al een keer eerder gezegd, is niet altijd even makkelijk. Een procureur, standaard kan je dat niet in de, tenminste ik heb het nog nooit gezien in de supermarkt. Dus ik haal het bij de groothandel, maar een goede slager heeft het natuurlijk ook. Dus de keurslager kan je altijd bij terecht. Wat heb ik daarmee gedaan? Ik heb de procureur in een plastic zak gedaan. En die heb ik helemaal ingevreven met deze kruiden. Dat is de Mexicaanse kruiden. En die zijn van, als ik het goed heb, van Euroma. Maar je hebt ze, als het goed is, ook van, moet ik even kijken hoe het precies heet. Ik ben nooit zo goed in namen onthouden. Maar je hebt ze ook van Johnny Boer. En dat zijn de blikjes, zeg maar. En volgens mij is dit eigenlijk ook wel precies hetzelfde. Maar dat weet ik niet zeker, want het staat er namelijk niet op. Maar volgens mij zijn ze ook in blikjes te verkrijgen. Vind ik trouwens heerlijke kruiden, want in die kruiden zit geen zout. Dat moet je altijd zelf nog toevoegen. Dus, maar goed, ik heb ze dus goed ingevreven. En in een zak, in een plastic zak gedaan. En daar ligt het nu al ongeveer, nou, eens kijken. Ik denk zo'n beetje een uurtje in. En dit ga ik nu dadelijk in mijn pan doen. Ik heb deze keer de grote slowcooker gepakt van Russell Hobbs. En het voordeel van deze is dat hij een thermometer eraan heeft zitten. En dat ik in kan stellen op hoeveel graden ik het vlees aan de binnenkant van het geheel wil hebben. Daar komt bij, dat is echt gewoon een heerlijke pan. Want de deksel die heeft een mooie sluitrand. Gaatjes erin voor de thermometer er doorheen te steken. Maar het leuke daarvan is ook dat te veel vocht ook eruit komt op die manier. Oké, waar begin ik mee? Ik heb uien, gesneden uien gehaald. Vind ik wel te makkelijk. Niet 100% noodzakelijk. Ik kan het natuurlijk ook gewoon zelf snijden. Maar ik dacht deze keer, ik doe het gewoon makkelijk. En ik neem gesneden uien. Die leg ik op de bodem. En een zakje heb ik, dat gaat er dadelijk overheen. Dus ik heb 2 zakjes gesneden uien van 300 gram. Nou, dan pak ik mijn procureur. Die leg ik dan op de uien. Zo. Over de procureur strooi ik weer uien. En het mooie is dat je straks mooie heerlijke uitjes hebt, of uien hebt, die je ook weer kan gebruiken voor van alles en nog wat. Eventueel voor een uiensoep te maken of wat dan ook, omdat het dan al gaar is, hoef je er eigenlijk alleen nog maar een beetje bouillon overheen te doen. Dan heb ik mini tros cherry tomaatjes. Die gaan er ook bij. En ik heb een gesneden paprika. In dit geval een groene. Je kan er ook, als je van lekker pittig houdt, kan je natuurlijk ook een groene peper er doorheen doen. Dat gaat er ook allemaal bij. Dan heb ik knoflook. Ik heb verse knoflook. Dat vind ik gewoon heel erg lekker. En ik heb een, ja, dat is een speciaal knoflookschaaltje.
ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar op die op het schaaltje zit een misschien als je het een beetje zo doet dat je het wel kan zien, zitten een ribbeltjes of puntjes, zeg maar, waarmee ik mijn knoflook op deze manier kan schaven of raspen of hoe je dat ook noemt. En je krijgt daardoor heel veel sap uit je knoflook. En je hebt eigenlijk niet zo heel veel knoflook nodig dan. Want op deze manier wordt de knoflook heel sterk. Nou, wij houden van knoflook. En het zijn allemaal hele kleine teentjes. Dus er mag best wel wat in. Ik heb vijf hele kleine teentjes. Die doe ik erin. Zo. En de grote stukken die ik ook nog erin heb zitten, want ik zal het even een beetje laten zien, op deze manier. Dat maakt niet uit, die zitten er gewoon lekker bij. En dat maakt het vlees alleen maar lekkerder van smaak. Zo. Dus, nou, dat gaat er overheen. Maar wat je ook kan doen, ik leg het op het vlees. Dus, en dan zal je denken dadelijk van, jeetje, je handen die gaan er helemaal naar ruiken. Dat klopt. Op dit moment ruiken mijn handen natuurlijk vreselijk naar knoflook. Ik zal een beetje met mijn gezicht naar jullie toe gaan, want dat is natuurlijk veel gezelliger. Ik heb daar een speciaal steentje voor. Dat zal ik jullie daar ook even laten zien. Ik ga hem even pakken. Dus ik loop even uit beeld. Ik kom zo weer bij jullie terug. En dat is dit steentje. Dat is een metalen dingetje. Nou, als ik nu dus mijn handen, die ruiken nu dus heel erg, ga ik hiermee dadelijk mijn handen wassen, is de geur gewoon helemaal weg. Ideaal. Ik weet niet hoe zo'n dingetje heet, maar ik zou het aan iedereen aan willen raden. Dus ik ga even mijn handen wassen. En het is net een stukje zeep, zeg maar. Zo, nou en als laatste, en dat heb ik tomatenblokjes, zeg maar, die gooi ik er als laatste, of die doe ik als laatste in de pan. Ik ben er gewoon van het gooien, denken jullie dan. Maar dat is natuurlijk niet waar, ik doe dat met beleid. Het is gewoon een blikje tomaten, gechopte tomaten, nou, die gaan er overheen. En misschien een kleine tip voor degene die het niet zo van houden om met knoflook aan de gang te gaan. Je hebt deze blokjes tomaten ook met knoflook. Dus dan neem je gewoon zo'n blikje tomaten met knoflook. En die doe je er dan overheen. Ik ben gewoon van het verse knoflook, dus vandaar dat ik dat op die manier doe. Nou, maar je kan het net zo goed met een blikje doen. Nou, dan kunnen we de deksel erop doen. En ik steek dan de thermometer in de, en je kan hier heel goed kijken welke, ik draai even mijn deksel om, want het dikste stuk van mijn vlees ligt aan deze kant. Dus als ik mijn thermometer erin moet hebben, dan moet ik hem natuurlijk wel in het dikste gedeelte van mijn vlees stoppen, want anders gaat dat natuurlijk niet werken. Nou, vervolgens kan ik op de slowcooker duwen, ik doe hem op, doe hem nog een keer op. Ik zet hem op low en nou, nu kan je ervoor kiezen om hem 4-5 uur op high te doen. Maar het is nu nog vroeg, het is net 11 uur geweest. Wij eten altijd laat, dus we eten pas tegen een uur of 6-7, tussen 6 en 7. Dus hij kan nog heerlijk 7-8 uur kan hij nog aan de gang. Dus wat dat er gaat, nou, hij gaat aan op het moment dat de binnenkanttemperatuur van het vlees gaar is op de temperatuur die ik heb aangezet. Ik heb ook nu de tijd op 8 uur, want dat vind ik verder genoeg. En over 8 uurtjes kijken we wel hoe ver die dan is. Maar gaat die piepen en houdt hij hem verder nog warm? Nou, dit is eigenlijk mijn verhaal voor de pulled pork die we vanavond gaan eten. Zodra het klaar is,
Over 8 uurtjes kom ik bij jullie terug en laat ik zien wat het uiteindelijke resultaat is geworden en wat we ermee gaan doen. Tot straks. Welkom terug. Inmiddels zijn we 8 uur verder en ik heb mijn gerecht helemaal klaar. We hebben een heerlijke jus annex dressing van tomaatjes en uien en van paprika. En die kunnen we dadelijk natuurlijk heerlijk gebruiken bij de wraps die we gemaakt hebben. De pulled pork is natuurlijk onwijs gaar en ziet er gewoon echt smeuig en lekker uit. En dit ga ik dadelijk serveren. En hoe ziet het er dan bij ons uit? Nou, bij ons ziet het er op deze manier uit. We hebben een heerlijk plankje met pulled pork, Mexicaanse kruiden, kaas, sla, guacamole, een heerlijke chilisaus, een wrapje. En we hebben natuurlijk de heerlijke saus die bij de pulled pork is gemaakt. En dat wordt smullen vanavond. Ik zou zeggen, ga het eens proberen. En laat jezelf verbazen door een geweldige slowcooker. En tot de volgende keer.